ik Suriname op vingers. Dit doet de WIP nee-nee. En Burmeese jongeren krijgen seksuele voorlichting. Goedenavond allemaal. Welkom bij een nieuwe uitzending van het 10 minuten jeugdjournaal. Chinezen mogen nu 2 kinderen in plaats van 1. En de VN tikt Suriname op haar vingers. Dit allemaal in ons korte nieuwsblok. De Verenigde Naties, VN, heeft Suriname op haar fouten gewezen. Zij vinden dat niet alles in het land correct wordt behandeld. Denk maar aan de mensenrechten. De VN is onder andere ontevreden over de trage gang van zaken in het 8 december proces, de wijze waarop personen met een andere seksuele voorkeur, de homo's, transgender, lesbiennes, worden behandeld en mensenhandel. De VN is daar niet blij mee en vindt dat Suriname, die ook lid is van deze grote organisatie, de mensenrechten situatie moet aanpakken. De Commissie Mensenrechten van Suriname is van plan om samen met de ministeries die zich bezighouden met mensenrechten, daar verandering in te brengen. Niet meer 1, maar 2. Chinese ouders in China mogen vanaf nu 2 kinderen hebben. Dat klinkt goed voor de kinderen die graag een broertje of zusje willen. In China werd 36 jaar geleden de regel 1 kind politiek ingevoerd, omdat door de snelle bevolkingsgroei de regering dacht dat er niet genoeg eten zou zijn. Ouders mogen nu plannen voor nog een baby. Tot nu toe zijn er 1,36 miljard Chinezen op de wereld. Zien doen, laat doen. Dat is eenmaal zo. Vooral bij kinderen. Het gaat heel snel. Precies zo is dat gegaan met het liedje van Silento. In zijn nieuwe hit Watch Me laat hij zien hoe je het moet dansen. We gingen naar de Christian David School om te zien hoe zij dit liedje kennen. Now watch me whip, now watch me nene. Now watch me whip, whip, watch me nene. Now watch me boom, watch me, watch me. Boom, watch me, watch me. Boom, watch me, watch me. Boom, boom, boom. Do the stanky legs. Do the stanky legs, do the stanky legs, do the stanky legs, do the stanky legs. Now break your legs, break your legs, break them, break your legs, break your legs. Now watch me bop, 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 bop. Dit liedje wordt gezongen door de Amerikaanse rapper Silento. Bij het liedje heeft hij ook gelijk danspasjes bedacht. En die doet hij ook na in zijn videoclip. Precies zoals de Flash Mob, de Harlem Shake, en de Gangnam Style is deze nu ook razend populair. Iedereen probeert de whip, nee nee dans te doen. Ook onze jeugd in Suriname vindt dit liedje super leuk. En zoals je ziet, doen de kinderen van de Christian David School het goed. Het leuke van deze whip nee nee dans is dat je het ook op andere liedjes kan doen. Handig toch? Nou, probeer het eens op een salsa misschien. Succes! Praten over seks gebeurt niet makkelijk. Ook niet in Burma. Maar toch moeten jongeren zo vroeg mogelijk hierover leren. In Wat is dat nieuws voor kids vertellen de leerlingen meer over hun speciale lessen. Ik heb een bootje in het.
In de Burmaanse cultuur praten mensen meestal niet openlijk over seks. Via dit programma leren de studenten om open te zijn over seksuele gezondheid, zwangerschap en andere moeilijke situaties. Alexandra's grootste droom is om kok te worden, maar de koksopleiding is erg duur vanwege de spullen die ze moet kopen. Kookgrij, bakproducten en speciale kleding. Haar familie kan dit niet betalen, dus helpt Alexandra haar ouders om geld te sparen. I'll be helping my mother to cook rice so that we go and sell and be putting money down. So we'll be saving some little money for SHS. Because there is no money, I chose gym arts, which is general arts. I can do it because sometimes I took a book and I can read it. Always I've been reading. When I have my leisure time, I took a book and I've been reading it. So I can make it. Alexandra werkt super hard om haar droom werkelijkheid te laten worden. Ze hoopt dat ze snel aan de koksopleiding kan beginnen. Juanita uit Colombia is een zeer goede zwemmer. Ze oefent veel, doet mee aan wedstrijden en wint zelfs prijzen. Mis papás me metieron a clases para que aprendiera a nadar como para en caso de emergencia. Pero me gustó y decidí empezar a entrenar duro y a competir. Al principio fue muy duro acostumbrarme a los horarios, pues porque una vez a la semana me toca ir de 5 a 7 de la mañana, después ir al colegio y después nadar otra vez. El primer botón que yo gané fue quinto puesto, entonces en mi primer torneo. Fui mejorando y fui ganando botones de primer puesto. Fue una experiencia chévere porque conocí a varias gente y pues me fue muy bien. Obviamente tú compitiendo le haces muy rápido y todo, no siempre puedes ganar. Eso es natural, yo no siempre gano. Nog een dag hier naar school en dan is het weekend. Weet je al wat je gaat doen? Niet? Ga maar dan niet rennen op straat. Neem je lessen door, zodat je voorbereid bent op je repetities. Dat was voor vanavond. Wel te rusten. Doei!